Hoe ga jij nu om met de politiek die er nu aan zit te komen? Zonder te ver door te draven daarin, lijkt het alsof zij niet voor de Nederlandse bevolking aan de slag zijn. Waar je aandacht op richt, dat groeit. Mm-hmm. Waar je geen aandacht geeft, dat verdort. Dus je wilt slechte keuzes, dan wil je geen aandacht geven. Welkom op de podcast Hoogvliegers. Mijn naam is Thierry Stokkink, ondernemer en investeerder. En naast mij zit mijn maat Alistair Overeem. Welkom. Good to be here, man. Leuk om een keer jouw wereld te zien. Ik ben al even bezig en een paar mensen. Ja. Voor de mensen, er zijn er maar weinig die jou niet kennen. Wie ben jij en wat drijft jou in het leven? Wat doe je nu? Nou, ik ben Alistair Overeem. Ik ben een vechter. Lange tijd, 25 jaar. Het is eigenlijk nu een beetje de vraag, gaan we nog door of gaan we niet door? Ik zou er misschien nog één of twee in hebben zitten, maar goed. Ik kom ook op leeftijd, hè, 43 nu. Interessant genoeg, ik voel me superfit. Ik voel me echt heel jong, nog heel vers en fruitig. Maar nu dat ik ouder word, merk ik ook dat andere dingen in het leven belangrijk zijn. Het stukje doorgeven, ik heb 30 jaar kunnen trainen, 25 jaar kunnen knokken. Nu is dat wel een beetje dat is een gevoel wat ik heb. Van hey, we gaan het doorgeven. Doorgeven aan de volgende generatie, maar ook investeren in mijn eigen kinderen. Ik heb drie lieve meiden, Storm, Sensi en Jazzly. En ja, gewoon niet vechten. Het leven is meer dan vechten. Dus dat is een interessante gewaarwording voor mij. En daar zit ik een beetje in. Dan gaan we kijken naar, je stelt nog een vraag, waar komt je drive vandaan? Mijn drive kwam voort uit financiële onafhankelijkheid. Dat is gewoon vrijheid eigenlijk. Gewoon kunnen doen wat je wil doen, wanneer je het wil doen. Geen moeten. Moeten heeft altijd niet positief, niet gunstig op mij gewerkt. Het moment dat er moeten bij komt, dan ontstaat er een bepaalde weerstand. En ook meteen de vraag, ja waarom? En als ik me niet kan vinden in die reden, ben ik niet te motiveren. Dus dat voor intrinsieke motivatie, vrijheid, daar heb ik eigenlijk altijd voor geknokt. Die heb ik daardoor gigantisch kunnen bereiken. Veel kunnen reizen, de wereld kunnen zien. Dat was ook een andere droom. We leven op de planeet. Nou, wat zou je eraan hebben als je er niet van kan genieten? Dus ik heb gereisd, ik heb mijn ups en downs gehad. Ik heb mensen ontmoet, ik heb centjes verdiend. Geweldige carrière. Ja, want de eerste vraag die sommigen kunnen hebben. Hè? Een vechter op de podcast. Als je kijkt naar de sprekers voor jou. Dan staan ze al bekend om investeerder, ondernemer. Jij doet iets wat heel veel topsporters niet hebben gedaan. Je hebt dingen gedaan die andere topsporters. En dat is, jij had dus een van jouw kernwaarden was vrijheid. En daar ben je naar gaan leven. En jij hebt voor jezelf gezegd van, nou, als ik een prijs win, dan ga ik ook een groot deel van die prijs investeren. Ja, toch wel in mijn vrijheid. Nu en in de toekomst. Dus een stukje financiële vrijheid. Waarom, je hebt het eigenlijk al gezegd. Waarom en hoe ben je dat gaan doen? Nou, even kijken. Laat ik eventjes beginnen bij, ik was zo jong en ik had een tijdje dat ik eventjes niet naar school kon. Ik ging vanuit Engeland, bij mijn vader woonde ik, ging naar Nederland. En daar zat een halfjaartje dat ik niet naar school kon. En in die tijd heb ik een rotbaan gehad. En die rotbaan, nu achteraf nu terugkijken, is een gigantische motivatie geweest voor die drive naar vrijheid en financiële vrijheid. Financiële onafhankelijkheid. Omdat ik altijd toch wel dat in mijn achterhoofd hield van, ten eerste, hoe gaan we dit doen? Hè? En dan kom je dus eigenlijk alleen op vastgoed uit. En dan heb je dus dan ook centjes van, die heb ik mogen verdienen met het vechten letterlijk. En eigenlijk had ik altijd in mijn hoofd financiële onafhankelijkheid. Dus die centjes gaan altijd naar het hoger doel gaan. En eigenlijk niet naar naar mijn onmiddellijke directe ego-behoeftes. De auto, een gouden ring, het uiterlijk vertoon, dat interesseerde me. Ik was eigenlijk alleen maar bezig met het hoger doel. Vrijheid. Dus toen kwam jij tot de conclusie, vastgoed is een van de mogelijkheden, middel om financiële vrijheid te creëren.
Ja, hoe heb jij dat dan gedaan? Want heel veel mensen die nu luisteren hebben zoiets van... Ik besef me ook dat vastgoed handig is. Maar dan heb je nog... Ik heb daar geen kennis over. Niemand in mijn netwerk doet dat. De centen zijn moeilijk te bereiken. Of ook nog, de wereld flikkert in elkaar. De rente is superhoog. Niemand koopt meer een huis. De politiek is ons aan het tegenwerken. Dus allemaal redenen om het maar niet te doen. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Nou, ten eerste heb ik een stek in de kompas. Dus ik trek me sowieso niets aan van de buitenwereld. Hè? Want het is nooit een goed idee om vastgoed te doen. Uiteindelijk is het altijd een goed idee om je eigen weg in wel om vastgoed te doen. Omdat er is altijd wel iets aan de hand in de achtergrond. Hè? Waardoor je dus afgeleid raakt. Maar dat is juist voor mij dus dan juist wel een reden om juist wel door te pakken. Hoe ben ik erachter gekomen? Ik heb meerdere kennissen die in het vastgoed zitten op verschillende gradaties. En ik, je bent natuurlijk op zoek, hè? En om het systeem te verslaan. Om vrij te zijn eigenlijk. En mijn conclusie al vroeg was al, vastgoed. Omdat de rest is altijd waar je bovenop moet blijven zitten. En ik zat gewoon te denken, vastgoed niet, dan heb je gewoon huurinkomsten en dat kun je dan ook wel weer uitbesteden. Daar heb ik dan wel informatie van kennissen die ook in het vastgoed zaten. En sowieso was ik daar gevoelig voor. Ook ander advies. Je kunt je geld mee een keer uitgeven. Laat al die ego besluiten zitten. Hè? Dus ga niet in die auto. Dus ik werd al heel jong al. Ik denk al vanaf een jaar of 15, 16, 17 geprikkeld om goed met mijn centjes om te gaan. Nou, toen ik een jaar of 21 was, 22, begon ik een beetje centjes te verdienen. Dat spaarde ik op. 2004 kocht ik mijn eerste woning. En dat was gewoon heel normaal. Ja, wat was het? Twee slaapkamers. Heel netjes gemaakt, leuk gemaakt. Om voor jezelf in te wonen of om als investering? Voor mezelf in te wonen. Hè? Want ik vind wel, kijk, je kunt investeren in vastgoed. Maar voor mijzelf was, ik ga niet bij mijn moeder blijven wonen of op een kamertje. Ik wil wel comfortabel. En ik vind ook die mindset om een stabiele basis te hebben voor jezelf. Want anders kun je heel veel dingen willen, maar je hebt toch eerst zelf een huis nodig. Dus dat was stap 1. Nou, en ook laten informeren. En gewoon een hypotheek aangevraagd. Toen woonde ik nog in Nederland, dus toen kon dat nog. Nu woon ik in het buitenland, dus nu kan het niet. Nu is het allemaal geregeld. Huis gekocht en eigenlijk daarna gaan sparen voor mijn eerste project. En het eerste project was 2006 gekocht, dus 2 jaar na mijn eigen koopwoning. En gigantisch in de mis gegaan. Want het is dus niet zo simpel. Hè? Het is dus niet ABC. Je komt dingen tegen, je wordt opgelicht, dingen vallen duurder uit, je maakt miscalculaties. Daarbij is eigenlijk mijn beste vriend Remco Peepkamp to the rescue gekomen. Dus die, want ik was op een gegeven moment in de split. Hè? Ik was in het vastgoedvijf was ik aan het vissen en ik was natuurlijk topsport. Hè? Dat is lastig. Het is lastig om twee dingen die veel energie en focus van je vergen tegelijkertijd te doen. En op dat moment is eigenlijk de entree geweest van mijn beste vriend in vastgoed. En dat is een supergoede keuze van hemzelf geweest. Hij heeft een talent en een hart voor. Maar ook onze samenwerking, onze band was ook magisch. Dus daar het ontstond, ik kon heel goed de centjes verdienen met het vechten. En hij kon heel goed beleggen in vastgoed. Dat is eigenlijk een beetje ons vrienden geweest. Dus initiaal komt bij mij vandaan, die kant gaan we op. Mm-hmm. En dan heb je dus wel de juiste goede mensen nodig. Want de verkeerde mensen trekken je verder naar beneden. De juiste mensen die helpen meebouwen aan jouw ideeën, projecten. En wat dat betreft was Remco is de beste, de juiste en de beste keuze geweest. Ja. En dat is, we zijn nu 37 jaar vrienden ook. En goede man, heeft zijn zaken op orde. Hard gewerkt ook de laatste, laatste 25 jaar wel, maar vooral ook, want hij bleef zijn normale baan daarnaast. Dus het vastgoed deed hij daarnaast. Ja, het is bizar hoe hij dat helemaal heeft opgemaakt. Kijk, en nu, einde van de rit, zijn we, wat is het, letterlijk, ik denk 2007, 2008 kwam hij erbij. dat is 15 jaar zo. Zijn we nu verder, we hebben een leuke portefeuille opgebouwd en ik in mijn rol als topsporter, als centjes verdienen, hij in zijn rol als zijn rol is trouwens nog iets uitgebreid, want dat is ook hoofd van een managementteam.
Vastgoed doet hij. Hij heeft inderdaad nog zijn functie bij POM. Dus dan geeft hij leiding op een afdeling van 200 personen. Dus het is de goede mensen vinden, hè, waar, om de informatie vandaan te halen. Waardoor je de juiste richting kunt bepalen. En dan ook de juiste partners. Want alleen wordt het lastig. Althans, voor mij was het heel lastig. Kijk, je hebt mensen die alles alleen kunnen. Voor mij was dat totaal niet het geval. Ik was goed in mijn ding, dat was sporten. En alles wat daarbij hoorde en het vast was, had ik zeker kunnen doen. Maar ik kon mijn focus kon ik maar op één ding volledig zetten. En dat ging dan goed. Ik kon niet twee dingen tegelijkertijd doen. En ik merkte, wanneer ik dat deed, 2007, nou, dan ging alles een beetje naar beneden. En dat was niet de bedoeling. Dus dat is leren met vallen en opstaan. En dat is een beetje. Dus het begon bij een visie, een wens, vrijheid, financiële onafhankelijkheid. Dan ga je er gewoon voor. Maar goed, en dan. Hè, altijd probeer je het hoogst haalbare te behalen. Maar goed, dat lukt niet, want ja, je leeft met tegenslagen en tegenzetten. Ja. Hè, en daar ga je dan mee om, hoe je dat doet. En de juiste mensen. En die wil je altijd. Je moet toch een bepaalde wave veroorzaken. Ja, als je alleen bent, dat is. Het kan een lastig verhaal worden. Er zijn uitzonderingen daar die dat wel kunnen. Maar en anders moet je de gelijkgestemde op zien te vinden. Ja, dus jij had een ijzersterk team. Jij verdiende de centen. En Remco die ging zich verdiepen in hoe die plannen moest transformeren. En die zocht de deals uit. En zo hadden jullie een perfecte combinatie. Ja. Jij bent wel het voorbeeld van ook. Heel veel mensen die op je afkomen, die moeten wat van je. Je bent interessant. Jos, zullen we gaan samenwerken? Hoe heb jij het ontwikkeld om de juiste mensen nu te vinden en te behouden? En de minder goede mensen met de minder goede intenties, om die er snel uit te filteren? Om je power team, om maar zo te zeggen, te creëren? Ja, het is, ik kon me heel erg vinden wat je eerder. Een keer uitgelegd dat alles gaat eerst door het hart. En als je zeg maar daar keer op keer op vertrouwt, dan creëer je ook een bepaalde intuïtie. En dat wordt, kan zeer versterkt worden. Hè? Waardoor je een bepaald gevoel bij iemand krijgt. En daarna had je buik, daarna pas hoofd. En als dat aligned is, hè, als dat gelineerd is, hoe je dat ook noemt. Mm-hmm. Aligned is, ja, aligned. Dan, ja. Dan pas kun je die keus maken. En voor mij was het dan ook nog eens, oké, als die drie akkoord zijn met iets, daarna gaat het nog naar het management. Ja. En dan als iedereen er oké mee is, en dan ben ik heel nieuwsgierig naar weerstand. Hè? Weerstand vanuit mezelf, maar ook weerstand vanuit het managementteam. En ja, zo maken wij besluiten. Ja. Dus het gaat langs trappen. En het kan zijn dat ik de eerste treder ben, het kan ook zijn dat ik de laatste treder ben. Maar het gaat wel langs ons drieën. En als iemand daar niet goed bij voelt, dan houdt het meteen op. Ja, ja voordat we de podcast opnamen, toen hadden we het erover. Ik zei van, de mensen die ik toelaat in mijn netwerk, ook mijn collega's bijvoorbeeld. Ik heb ze op gevoel allemaal geselecteerd. Dus ik kijk niet naar cv's. Ik kijk vooral naar, voelt die persoon gewoon goed voor mij? En als ik maar een beetje twijfel heb, ja, en dat durft bijna niemand, dan zeg ik dus nee. Net zoals hoe wij elkaar ontmoeten. Ik kende jou helemaal niet. Maar vanaf seconde 1 voelden het allebei goed. Dus ja, en als je dat kan verbeteren, daarna kan luisteren, in plaats van de hele tijd maar naar je hoofd. Ja, maar hij is wel dit en dat, ik kan er zoveel uithalen en dat heeft zoveel profijt. En je gaat toch weer denken in fucking geld of invloed, weet ik veel wat. Terwijl het gevoel helemaal niet goed is, ja, dan ben je dus niet goed bezig. Het is voor sommigen die er alleen maar naar luisteren van, hey, ik wil wat meer over vastgoed leren en weet ik veel wat. En heel erg in hun hoofd zitten, is dit fucking zweverig. Maar alle podcasten, ook voor jou, hebben we hierover. Ik nodig alleen maar mensen uit die niet alleen maar met een kop bezig zijn. Maar dingen heel veel op gevoel doen. Veel bezig zijn met persoonlijke ontwikkeling. Anders wil ik gewoon die persoon niet interviewen. Want ik wil graag gasten die de whole package hebben. Niet perfect zijn. En daar hebben we het dus ook over. Joh, wat zijn toch wel struggles waar je
constant mee duwt. Want dat is leerzaam. Net zoals de vorige podcast zei ik van... Ja, jullie kennen mij van de man die in het vastgoed zit, die vermogend is. Maar wat heeft Thierry niet op orde? Nou, de afgelopen jaren was dat constant mijn relatie. Dus dan zei ik gewoon, joh, ik heb trafpannen gekocht, maar het is de kosten gegaan van mijn lyfhaam. Nou, iedereen zag ook dat ik helemaal een tyfus was aan het einde. Heb je ook gemist bij Erwin? Maar gisteren. Gisteren heb ik gewoon keihard getraind in mijn eigen sportschool. En dan vind ik het weer een goed excuus om dan niet te gaan. Als ik focus wil houden, eventjes op mezelf qua tijd. Erwin zegt wel eens, joh, ik heb je een hele week niet gezien bij mijn gym. En dan zeg ik, ja, maar ik heb wel 6 dagen per week gesport. En dan ziet hij me trainen en denkt hij, oh ja, Thierry is nog steeds fit. En dan laat hij me met rust. Maar hij heeft wel echt de check-in van, gaat het wel goed met Thierry? Sport hij gewoon een week niet? Ja. Weet je, het is binnen mijn comfortzone om te sporten als ik pijn heb. Hè. Dus ik heb bijvoorbeeld ruzie met Desiree gehad. De eerste wat ik ga doen is juist naar de sportschool. Dus dat zit helemaal in mijn systeem. Of het is werk of het is sporten. Dat doet Thierry. Als ik een discussie heb, ga pijn vermijden, gaat Thierry sporten. Daar hoef ik niet op accountable gehouden te worden om te gaan sporten. Het is meer op de dingen van, joh, hoe is de verbinding met je kids en je vrouw? Dat is meer een struggle. En waarom is dat een struggle? Als ik kijk naar het verleden, stuk erkenning. Als ik kijk naar alle doelen die ik stel, hè, ze is altijd extreem. Dus het is een stuk erkenning van richting mijn vader die zoiets heeft van... het kan altijd beter. Zich vooral focussen op niet wat er goed is, maar wat er beter kan. Nou, dat heeft me heel veel energie gegeven, heel veel motivatie. Dus daar ben ik hem dankbaar voor. Het heeft nadelen en voordelen. Wat ik niet goed heb geleerd is hoe ik met vrouwen moet omgaan in een relatie. Mijn ouders gaven daar niet het goede voorbeeld in. En ja, kennelijk had ik ook niet de vrienden destijds die daar op gebleven. Wie heeft het wel goed geleerd? Ja, daar hebben we het heel vaak over. Wie leert nou wel hoe je goed met een vrouw moet omgaan? Dat wordt, niemand leert dat. Maar. Want dat is nergens. Ja, hoe moet je dat leren? Dat leer je alleen als je nummer 1 alles goed wil doen. Dus dan wil je dus, hè, dus dat is een wens, ik wil het gewoon groen en klaar, ik wil gewoon een succes, ik wil gewoon een goed leven hebben. Dan nummer 2, de tijd en het geld hebben om daarin te investeren. Dat is ook bijna, dat is niet heel veel mensen, hè. Nee, dus ik dan ga kijken, gewoon in je baan. Iedereen gaat naar de baan en iedereen zit in dat cirkeltje. En er zijn niet heel veel reserves over om daar massaal in te raken, hè. Therapieën te volgen, maar ook seminars, tijd en energie. Iets leren, maar ook boeken lezen. Ja, precies. Dus dat is dan wel een vereiste. Dus dat je dus daadwerkelijk stappen in gaat ondernemen. En dan kom je dus ook bij discipline uit. Hè? Je hebt daar toch een bepaalde discipline voor. Dat hebben ook niet veel mensen. Dus dat zijn allemaal obstakels. Dus is het belangrijk wat jij zei van, nou, ik heb kernwaarden, vrijheid heb ik hoog zitten. Nou, dat hebben heel veel mensen, kan ik me voorstellen. Maar vervolgens word je geprogrammeerd. Ga rennen in je baan. Want dan heb je erkenning van je ouders. Die willen dat je je diploma haalt. En dat je een goede baan hebt. En de bedreiging daarvan is. Als je 40 uur rent in je baan. Dat je minder tijd hebt. Om jezelf te ontwikkelen. Op eigenlijk de belangrijkste punten in het leven. Waardoor je minder tijd hebt om een boek te lezen. Want je zit al in je fucking studie of aan het studeren voor je werk. Of je hebt er gewoon geen energie voor. En op school leren we dat dus ook niet. Hoe je, weet ik veel, een goede relatie hebt met je vrouw. En goede vader wordt voor je kinderen. Hoe je een huis koopt. Het is zelfs de tegenovergestelde nu. Omdat er nu heel veel... Ja... Het is heel veel rekening houden met de gevoelens van anderen, waardoor er juist geen communicatie is. Dus dat is juist het tegenovergestelde. Je leert ook niet op school hoe je moet investeren, nee, zodat je wat meer vrijheid hebt voor jezelf, zodat je je verder kan ontwikkelen. Nee, maar ik denk dat als je één stapje verder gaat, het is natuurlijk ook niet de bedoeling dat iedereen dat gaat doen. En kijk, daar vind ik dan een kwaadaardige motief. Maar goed. Dat wist ik, dat merkte ik al toen ik 13 was, hè, toen ik die rotbaan had, die mij een gigantische drive heeft gegeven om dat wel te doen. En daarom ben ik ook dankbaar dat ik die
die rotbaan hebt gehad. Ja. Elke, als je, dat zou ook wel helpen. Als je elke tegenslag kan omzetten in motivatie. En gewoon kiezen daarvoor. Daarom ga ik juist wel dit doen. Gewoon bewust kiezen. Oh, er gebeurt. En dat is misschien een van mijn sterke kanten. Maar goed, daar kun je voor kiezen. Ja, want er gebeurt altijd iets. Een kleine ruimte ertussen. Daar maak je die keuze. En dan heb je dus je respons. En als je dat gewoon omzet. Nou, ik ga wel financieel. Dus alles wat er gebeurt, maakt niet uit. Positief of negatief. Je zet het gewoon om naar. Ik ga gewoon die kant op. En dat is een beetje, denk ik, als ik zeg maar naar mijn gehele verhaal nu achteraf terugkijk, dat mij sterk maakt. Ik kan gewoon alles omzetten en gewoon doorgaan. En daarom is het me dus, hè, niet alleen ik, want je zoekt medestanders die dezelfde mindset hebben, maar ook wel om financieel onafhankelijk te worden. En en die mindset nemen we gewoon natuurlijk bij een toekomstig project aan. Daarom weet ik ook, het gaat lukken. Het gaat gewoon lukken. Ja. Ja. Ja, en daar kunnen we elkaar goed in vinden. Als we een bepaald doel hebben, gaat het lukken. Is er 0% kans dat het gaat falen. Er is ook geen plan B. Er is geen plan B, we gaan ervoor. En, ja. en het grappige is dan knopjes draaien, geduld, observeren, medestanders vinden. Dus het is werk, maar het is leuk. Het is leuk om dat in de realiteit zeg maar, heel langzaam vorm te zien geven. En het zijn ook de juiste doelen, hè? Want dat is ook heel belangrijk. Zaken gaan door het hart. Het hart, je had het over het gevoel, intuïtie, maar het hart is veel belangrijker dan je zou kunnen denken. Omdat als het niet juist is, dan moet je er van weg blijven. Dat is heel belangrijk, als het niet juist is. En dat kan in de breedste zin ook, hè? Dat kan ook gewoon met een. Je hebt dan een verkeerde besluit maken, maar je hebt ook gewoon het verkeerde doen. Gewoon iets wat verkeerd is. Kan je ook in de breedste zin doortrekken. Nu dat ik ouder word, ben ik me daar ook steeds meer en meer bewust van. Dus er is gewoon iets wat goed is en iets wat gewoon per definitie fout is. Waar je aandacht op richt, dat groeit. Je wilt dat alleen in positieve dingen schenken, gooien, hoe noem je wat. Mm-hmm. Waar je geen aandacht geeft, dat verdort. Dus je wilt, anders slechte keuzes, daar wil je geen aandacht aan geven. Dus dat wil je niet doen. En dat nogmaals kan je breed trekken. Nou, een leuke vraag die heel veel we hebben is, jij zit al in het vastgoed. Hoe ga jij nu om met de politiek die er nu aan zit te komen? Nou, ik volg alles. Ik heb er een mening over. Het is natuurlijk heel fout wat er nu aan de hand is in de Nederlandse politiek. Zonder te ver door te draven daarin, lijkt het alsof zij niet voor de Nederlandse bevolking aan de slag zijn. En dat is een hele kwalijke zaak. En ik verwacht ook dat hier heel veel onderzoeken naar gaan komen als het huidige regering weg is. Want het lijkt erop, corruptie, verraad. Ze zijn niet bezig van de Nederlandse bevolking. Zij zijn dus gekozen om ons te vertegenwoordigen. Mm-hmm. Maar het lijkt alsof zij dus voor een compleet andere entiteit aan het werk zijn. Ja. Want alles, het lijkt erop dat al die besluiten, al die beslissingen die er genomen worden, inflatie, direct allerlei gevolgen van het beleid wat er is uitgestippeld. En ja, dat is niet goed voor ons. Direct niet goed. Ja, uiteindelijk goed of niet goed. En het is niet eens grijs gebied ertussen. Het is gewoon de verkeerde besluiten gemaakt. En daar verwacht ik dat de overheid in gaat duiken. Als de huidige regering weg is, onderzoeken. We gaan kijken wat daar heeft wel gespeeld. En dan heb ik het over de laatste 12, 13 jaar wel. Maar vooral de laatste 2, 3 jaar. Want je ziet toch dat het Nederland is een prachtig land. En je ziet toch dat er minder politie op straat. Stelsels zijn uitgehold. Pensioen. Het ene naar het andere. Het is gewoon bizar. Het is ook nog niet eerder. Ik heb altijd wel een interesse in politiek gehad. Geopolitiek ook. Wereldpolitiek ook. En op deze schaal is het nog niet eerder gebeurd. Dus het is zeer alarmerend. En het ontgaat over een groot deel van Nederland ook. Omdat er zoveel informatie is. En heel veel desinformatie, hè? Van stikstofbeleid. We willen de boeren willen we aanpakken. Je ziet dat er heel veel eigendomsrecht
eigenlijk wordt geschonden van boeren. Dat zie je nu bij de vastgoedbeleggers. Van ja, we willen graag asielzoekers willen we gaan huisvesten. Ja, het is toch een super idee om die huisjesmelkers, om daar wat huizen. Want ja, ze hebben toch al genoeg. Om wat eisen te stellen bij hun. Te zeggen van, joh, je gaat maar in huis. Ga je leeg maar. Maar wat sommige mensen hebben is gewoon van, oké, die panden die zijn gekocht en die staan leeg of zo. Ik weet niet wat ze denken, maar die huizen, je ziet het nu heel erg gebeuren. De wachtlijsten zijn eigenlijk alleen maar opgelopen voor de mensen die een huis willen huren. Omdat sommige vastgoedbeleggers die net in het wereldje terecht zijn gekomen, die hebben in paniek hebben ze hun vastgoed verkocht. Er zijn ook ervaren vastgoedbeleggers die in paniek hun huizen verkopen. Sommigen denken dat het hoogtepunt is. En denken van, ja, ik ga een deel cashen. Dat kan me ook voorstellen, hè, dat je wat aan risicospreiding doet. Ik zeg niet dat het verkeerd is om te gaan verkopen. We kunnen helemaal naast zitten. Maar als je kijkt naar de feiten, dan is er nog nooit zo weinig radicaal, radicale tijd geweest. Nee, maar ook qua woningvoorraad. Er is er nog nooit zo weinig bijgebouwd. Er zijn nog nooit zo'n grote wachtlijsten geweest. En qua rente, wat sommigen zeggen. Nou, de rente is nog nooit of zo snel omhoog gegaan. Dat klopt. Maar de rentes zijn gewoon, ja, in vergelijking met de andere jaren, best wel normaal. We zijn gewend om rentes te zien van 2-3%. Maar als je het vergelijkt met honderden jaren, dan zijn deze rentes nog steeds laag. Het is alleen de politiek die heel veel desinformatie geeft. Toch een paniek, want we komen uit een tijd waarbij geld gratis was. En bewijs van spreken, je kon gewoon maar hefbomen wat je wilde in het vastgoed. Dus opeens is het veranderd en dan zie je gewoon heel veel paniek. Maar de zeer ervaren vastgoedbeleggers, die zie ik dus vasthouden. Wat zei Remco bijvoorbeeld over dit? Wil hij het liefst vasthouden of zegt hij van, ik wil met je gaan verkopen? Nee, kijk, alle opties zijn open, maar vooralsnog is vasthouden en kijken hoe het verder ontwikkelt. De aankomende verkiezingen worden heel belangrijk. Want daar kan dus een verandering komen en die komt er trouwens ook. Want de huidige regering, hun positie is onhoudbaar eigenlijk wel. Dus goed, het is altijd wel even de stemmers afwachten. En of dat dan ook eerlijk vloot, dat is dan ook nog weer de vraag. Maar goed, daar zal een nieuw beleid komen en dan zal het draaglijk worden voor iedereen. Hopen we. Maar komt goed. Een patroon die veel van ons ook zien, is dat topsporters zoals jij, twee dingen gebeuren er vaak wanneer ze stoppen. Ze hadden heel veel geld en daarna hebben ze wat minder geld en dat lukt ze niet om die levensstandaard te behouden. Of ze verneuken het helemaal. Dat zie je ook wel eens. En een ander iets is, ze waren topfit. En na een paar jaar zie je ze niet normaal gemiddeld worden. Nee, ze kampen zelfs met overgewicht. Ik ben benieuwd wat voor patronen jij daar nou bij in ziet. Waar gaat het fout? Zij hebben niet de handvaten om zichzelf mentaal en fysiek te downreguleren. Mm-hmm. Omdat het is heel belangrijk om ten eerste om doelen te stellen voor jezelf, nieuwe doelen. En als je dat maar eventjes laat verslonzen en je komt dan in een soort neerwaartse spiraal en dat kachelt maar door, ja, en dan uit dat zich ook niet uit. Dus het is heel belangrijk om nieuwe doelen te stellen of oude doelen vast te houden, maar in ieder geval bij te schaven. En voor mijzelf het downreguleren. Heel belangrijk. Als je, en dat doen we in het Westen trouwens sowieso, vind ik niet. Maar goed, als je in mijn zoektocht naar wellness, gezondheid, ik wil goed oud worden, ben ik vast bijvoorbeeld. Het onthouden van bepaalde processen, eten, doet iets met je. Het is gewoon oude kennis. Iedereen zou dat kunnen doen. In mijn journey naar goed oud worden, kan ik dat hoog aanraden. IJsbad, eigenlijk al die dingen die je zelf kunt doen, dat wordt dan ook een beetje de nieuwe gezondheid genoemd.
die down reguleren, waardoor je dus meer in het hier en nu zit, meer kunt genieten van het hier en nu. En dus niet altijd meer hoeft. Hè? Want het is leven in de maatschappij, altijd alles gaat omhoog. Het moet meer, meer, volgend jaar nieuw record. En het down reguleren mist daarbij. Dat mist uit het Westen. Dat is komt eigenlijk uit de moslimwereld. Hè? Ramadan is daar een groot voorbeeld van. Maar ook Ramadan gebeurt nu niet. En Ramadan is je eet overdag niet, je drinkt overdag niet. Dus je vast daarin. Het lichaam gaat zichzelf schoonmaken, rein maken. En er gebeurt ook een mentale detox. De mentale detox gebeurt overigens niet. Dus moslims die een telefoon in hun zak hebben, hè, straling, die cellen daaromheen raken vergiftigd. En telkens een dopamine shot door die gsm. Dus die mentale reset gebeurt niet met moslims. En daar zouden wij meer naar kunnen kijken. En dus in plaats van een stap in de wereld, twee stappen terug. Ja. Heel belangrijk. Ja. Als we gaan kijken naar die topsporters. We gaan geen namen noemen. Mm-hmm. Omdat dat dopamine is dus belangrijk. Dat wil je gereset hebben, dan ga je dus weer genieten van alles. Als het niet gereset wordt, dan wil je alleen maar meer. En dat uitzicht dan in een dikkere uitwerking. En meer is ook nog goed voor de bankrekening. Ja. En dan gaan we dan ook weer daar naar kijken. Je had het over, ja, ze eindigen dan met veel geld, maar dat geld raakt op. Ja, dat betekent dat ze toch niet goed hebben geïnvesteerd. Of geen vervolgstap hebben voor inkomen. Dus dan vallen ze in een zwart gat. En topsporters hebben een hoge dopamine, dat gaat dan in de sport. Als die sport wegvalt, de richting valt weg en je hebt geen nieuwe doelen, dan kan die energie heel makkelijk in nachtleven vallen, vrouwen, alcohol, drugs, verkeerde zaken. Dus die resets zijn heel belangrijk, want dan is dat niet interessant. Nieuwe doelen zijn heel belangrijk, omdat je dan een heel andere richting hebt. Waardoor je, mijn sportcarrière hield mij juist uit de club. Ik ben vaak zat uit geweest, maar een paar keer per jaar maar. Als je zeg maar dat niet hebt, ja, dan ga je standaard elke week iets doen, toch? Maar ik had een richting, boom, sport, daardoor, ik doe dat, dus dat betekent dat ik dat niet kan doen. Nu is het weer een stuk. Dus het is gebrek aan planning, wat ik je hoor zeggen van wel, ja, de planning om wereldkampioen in iets te worden. Er is een drive waardoor zij dus topsport zijn, topartiest. Ja. Een talent is daar. En op een gegeven moment, kijk, iedereen weet, je kan het in ieder geval altijd doen. Ja, maar daar is geen planning op gemaakt. Nee, precies. Maar goed, daar hoort dan wel een planning voor te zijn. Ja. Maar, kijk, en dat zou ook ouders kunnen zijn. Hè? Ja. Die gaan denken, helaas, het is heel leuk, je bent nu 20 of 20, 25, maar wat ga je doen als je 35 bent? Simpelweg die uitdagende vraag, en ik vind ook dat je kind hoort uit te dagen. En mijn vrouw doet dat ook, die zegt, ja, wat ga je doen dan? Hoe ga je dat doen dan? Maar dat dwingt mij om na te denken. Hè? En dat is een heel grappig proces. Dat is ook wel een beetje jonger bij. Want er zit dan een beetje een soort uitdaging in. Echt niet. Nou, echt wel. En dan, maar dat dwingt je toch tot nadenken. En hoe meer je nadenkt, nadenken is manifesteren. Dan hoef je alleen maar te doen. Maar als je het niet eens weet en je verwacht dat het goed komt, dat is denk ik kortzichtig denken. Want het komt niet goed. Ja, het komt goed als je het doet. Maar als je het niet doet, komt het niet goed. En ik denk dat die sporters, omdat ze er niet over nadenken, dus het is geen proces, vallen ze, hè, niet allemaal, maar soms dan in een gat. Mm-hmm. En dan op een gegeven moment, hé, dat is ook niet fijn. En dan komt er dus dat proces, maar dan ben je al eigenlijk 3 stappen te laat. Dat is allemaal van tevoren. Alles is van tevoren. Als je er van tevoren een gedachte over hebt gehad, dan kun je plannen, dan kun je richting geven. Bijvoorbeeld in mijn geval, ik wist altijd dat ik les zou geven. Waarom? Ik ben daarmee begonnen toen ik 20, 21 was. Vond dat leuk. Dus dat was altijd in mijn achterhoofd. Ik kan altijd lesgeven. Dat vind ik heel leuk. Nou goed, nu komen er andere dingen bij. Maar ook het lesgeven. Want je hebt altijd een richting nodig. Als je geen richting nodig hebt, dat betekent dus dat je stilstaat. En daar, dat is dus gevaarlijk. Want dan doe je dat. Dan doe je niks. Je moet altijd een richting hebben. En vanuit die richting natuurlijk actief, rust. We gaan daar eventjes 2-3 weken op vakantie liggen. Even niets doen. En daarna gewoon weer iets doen. Als je niets doet, doe je niets. En dan zak je eigenlijk. Het systeem is eigenlijk zo gebouwd dat je gaat niet goed met je. Ja. Toch? Want ja, je doet niks. Ja. En lesgeven, andere mensen helpen, andere mensen omhoog helpen. Heb ik altijd heel waardevol gevonden. Nu begrijp ik iets beter hoe dat zit, hè, met de bus en stukje. Andere mensen hun bus en omhoog helpen. Dat gaat je eigen bus en ook vanuit.
Dat werkt heel prettig. Maar ja. Dus als je mij vraagt van Thierry, waarom zitten we hier eigenlijk in dit vliegtuig? Wat is jouw drive? Dan is mijn drive... Op school, of van onze ouders, leren we niet hoe je moet investeren. Je leert niet hoe je moet ondernemen. Maar je leert ook van die dingen. Hè? Ik sport al 22 jaar nu. Heel gedisciplineerd. Maar ik had nog nooit een goede sixpack zonder dat ik hem aanspande. Oftewel, ik heb het niet geleerd op school. Ik leerde het niet op de sportschool. Ik had ook geen vrienden die het me leerden. Ik leerde het ook niet op mijn podcast. Toen ben ik onder andere met jou omgegaan. En mijn netwerk nog verder verbeterd. En dan krijg ik je opeens te horen. Aan de andere kant heb ik het 100 keer gehoord. Maar dan denk ik gewoon, oh, bullshit. Hè? Want je netwerk is dan sterker. Sla je ontbijt eens over. Maar ik heb geleerd. Je moet ontbijten als een keizer. En weet ik veel, middag eten als een koning. Bla bla bla. En nu ja, heb ik dat toegelaten van... want ik had ook de overtuiging van... Nee joh, als ik 's ochtends dan ga sporten... Ja, dan moet ik goed eten. Dat is allemaal bullshit. Ik ontbijt nu niet meer. En ik ben fucking sterk. Dus het klopt gewoon totaal niet hoe je programmering soms werkt. Maar daar moet je wel voor openstaan. En dan is het dus belangrijk dat ik met jou ga zitten. Sommige mensen die kennen mij, die hebben zoiets van... Nou ja, als Thierry het zegt, dan sta ik er al iets meer voor open. Maar nu zegt Alistair het ook nog. Nou, sta ik er nog meer voor open. En als je allemaal mensen met een goed lichaam of heel veel vermogen... Ja, die zijn credible. Daar wil je, dan denk je van, nou, mijn vader, daar wil ik naar luisteren, want het is mijn vader. Maar aan de andere kant, ja, heeft hij een dikke pens. Is hij helemaal niet vermogend. Hey, dat is toch niet echt de persoon waar ik naar moet luisteren als ik vermogend wil worden en een sixpack wil. Maar let op, ook die mensen motiveren. Kijk, want dat is het mooie. Kijk, degene die expertise heeft, die motiveert je. Ja. En degene die niet expertise heeft, maar die roept ook wel wat. Maar die, dat pak je ook gewoon, dan luister je ook gewoon naar, dan motiveert je ook. Ja. Dat is heel belangrijk. En vooral de negatieven. Dus mensen die eigenlijk de haat is. Ja, ja, ja. Want daar ga je niet mee in discussie. Daar luister je naar. Daar heb ik zoveel van geleerd. Omdat die komen met cruciale informatie ook. Die je kunt meenemen in jouw journey, in je belevenis, in je werk. Om weer beter te worden. Ja. Want ze hebben juist te kijken waar het fout gaat. Ja, maar ja. Let op, maar daar zit het wel. Nou, dankjewel, perfect. Ja, precies. Ja. En ja. Dat geven ze natuurlijk helemaal niet met die intentie. Ja. Helemaal niet. Ja. Maar dat doen wij toch? Wij kunnen omzetten. Ja. Dat is de hele truc. We kunnen iets negatiefs omzetten. Wij hoeven niet altijd op dat niveau te zakken en daar en mee in conflict te gaan. Nee, we nemen het mee en zetten hem om. Ja. Ja, en dat is dus... Als ik kijk of luisteraar afvraag van wat is nou het verschil waardoor je net door dat plafond gaat, dat je doorbreekt, dan is het dus zo denken over mensen die, stel je begint je eerste podcast of je gaat je eerste pand kopen, nou, dan gaan er dus allemaal mensen op reageren. En als je dus heel liefdevol daarna kan kijken en ze zeggen bedankt voor de verbetertip. Zie het gewoon als een verbetertip. Ik ga erover nadenken. Zodat ik minder snel fouten maak. En als ik die fouten maak, dan zijn dat hele mooie levenslessen waar ik weer verder mee kan. En als je er zo naar kan kijken. Winnen is genieten en fout is leren. En als iemand loopt te bitchen, dan is dat ook gewoon leren. En ik heb dat soort van automatisch standaard gehad. Ik had natuurlijk vanuit de vechtsport veel criticus. Hè, en dat zijn dan fans van die tegenstander meestal. Maar je hebt ook gewoon haters. Je hebt ook vrienden die gaan te... Ja, ik sterk in een kompas, daar ben ik heel dankbaar voor. En ik zet alles gewoon om naar voordeel voor mij. Hele sterke eigenschap. Ik zou niet een boek kunnen aanraden, maar er is vast wel een boek over transmute, omzetten van negatief naar positief is cruciaal. Als je dat niet kunt, ga je niet je doel bereiken. Want er zijn heel veel tegenkrachten altijd. Die zijn er altijd. En die zijn er altijd van familie, vrienden. En dan hebben we het nog niet eens over de politiek nu die vervelend aan het doen is. Maar die tegenkrachten zullen er altijd zijn. Dus het is heel belangrijk dat je dat mentaal kan omzetten naar je eigen motivatie. Als jij nu opnieuw zou moeten beginnen, maar wel met de kennis en ervaring die je hebt. Of zie je het als, wat zou jij voor strategieën en advies aan je drie dochters willen geven? met de ervaring die je nu hebt. Om iets te manifesteren. Hè? Er luisteren nu mensen naar en die hebben zoiets van mijn doel is om
financieel vrij te worden, om een eerste pand te kopen, om ook een topsporter te worden bijvoorbeeld. Wat zijn de belangrijkste strategieën die je hun zou willen meegeven of een advies naar jouw drie dochters? Even kijken, dat is een hele interessante. Mijn oudste is artistiek. Ik heb ook een artistieke kant. Ik tekende vroeger. Vond ik leuk. Dat is er helemaal uit gegaan. Dus zij is letterlijk mijn artistieke versie. Ik weet niet of zij aversie heeft met vastgoed. Ik geloof het eigenlijk eerlijk gezegd niet. Nee, maar wel met financieel vrij worden. Meer tijd voor jezelf hebben. Om de mooie dingen die je, waar je energie van krijgt, om dat te doen. Maar ik denk dat zij... zij zit helemaal zo in elkaar. Zij gaat gewoon eigen ding doen. Mm-hmm. Dus dat is een heel interessant. En ik denk voor haar, zij is zelfs zo vrij dat zij financiën voor haar ook niet eens belangrijk. Mijn middelste, dat ben ik letterlijk. Dus dat is kleine Alistair. Zij, dus dat gaat interessant worden. Ik geef mee wat iemand verbinding is en dan naar vermogen. Dus die tweede, dat ben ik. Dus daar zit een soort strategisch overzicht in. Dat wordt heel interessant om te zien hoe zij dat goed pakken. Maar goed, die zitten nu al over huizen en vastgoed en dingen. Nu is ze 6, 7 jaar oud. Ja. 7 maar vanaf haar 6e begon ze erover. Dus het is interessant. Ja. En de jongste valt nog te bezien. Dat is nog een beetje onduidelijk. Ja. Maar goed, het is allemaal naar vermogen. Want voor mij is het dan wel... Ik heb hard gewerkt, gezorgd voor het vastgoed. Dus het is heel belangrijk dat dat zeg maar wel... Ja, dat dat door blijft gaan en door blijft groeien. Want het zou zonde zijn als dat zeg maar dan verbrast wordt. Ja. Dus daar kijk ik ook wel naar. Als je nu de kijker, de luisteraar zou kunnen meegeven, hoe stel je een doel en hoe behaal je die? Hoe je een doel stelt, begin met het einde in zicht. Eerst in een kompas, wat wil je, waar ligt je passie, kijk naar jezelf, kijk naar niet per se wat er direct wel of niet mogelijk is, maar daar, als je die richting hebt, dan kun je er langzaam naartoe werken. Einde in zicht, wat wil je concreet, waar zit het eindstation, en dan zou je daar nog tussenhaltes in kunnen zetten, dan ga je aan het werk, dan ga je langzaam naartoe werken. Partners, heel belangrijk, met wie ga je het doen? Als je dat nodig zou hebben, als je het alleen kan doen, dan is dat niet nodig. Resources, wat heb je nodig? Hoeveel tijd en energie ben je bereid om hierin te stoppen? Kijk, als je het heel erg druk hebt met een baan, kinderen, familie en je hebt niet veel tijd, dan kun je het ook vergeten. Dus wees kritisch. En uiteindelijk is het je passie. Hoe graag wil je het manifesteren? Daarvoor nog... Zorg dat de zender goed en schoon is. We zijn allemaal zenders, zo kunnen we dat makkelijk omschrijven. Voeding, relaties, huis, ouders, kinderen. Zorg dat alles goed loopt. Want we kunnen van alles willen, maar als de fundering niet goed is, als het huis niet schoon is, als het allemaal rottig is, dan kun je niet goed manifesteren. Dus dat is een vereiste. En daarna ga je kijken naar je passie. Wat wil je, wat kan je? Einde in zicht en dan gewoon gaan. En plezier elke dag. Jij bent de uniek omdat je op zo'n jonge leeftijd al een stukje pijn kreeg met die baan. En dat jij een bepaald beeld had van hier wil ik naartoe. En de meeste mensen zijn rond mijn leeftijd. Ik ben 39 en die lopen dan vast in het leven. En dat had ik dus ook. Ik heb het op de cup manier moeten ontdekken. Ik had dus huisje, boompje, beestje en alles wat je maar wilde. En dan loop je in je baan, loop je helemaal vast. Mijn pijn was vooral toen ik de tweede kreeg en Desiree in het ziekenhuis lag. En ze zeiden van, als je in een arm land had gewoond, was je nu je vrouw kwijt geweest, want die heeft zoveel bloed verloren. En we hadden moeite om dat te stoppen. En ik er voor haar moest zijn en voor onze kinderen. En dat aan mijn werkgever vroeg van, joh, mag ik nog wat meer verlof? En dat hij zei van, nee, je bent al door je vrije dagen. We hebben het hartstikke druk, dus een nee. En dat gaf mij zo fucking veel pijn. Kennelijk kwam ik er niet op van, ik heb gewoon recht. En het is natuurlijk ook wel weer een paar jaar geleden. Het is alweer 9 jaar geleden dat speelde. Fuck you, ik heb ook gewoon rechten. En let op, Thierry, sorry dat ik onderbreek, maar let op. Ja. Pijn doet groeien. Ja, daarom heb ik dus het. Dus als je zo naar pijn kunt kijken, dan draai je ook al wel alles om. En dan zit je het weer om. Dat is precies wat jij ook hebt gedaan. Ja, dus dat pijn is gewoon prima. Ja.
In plaats van, hè, en dat is dus de tendens nu, er is pijn, dus ik blijf onder een dekentje zitten en ik doe niks meer. Ja. Kom mijn kamer niet meer uit. Nee, juist wil je kamer uit, juist wil pijn hebben en juist daarvan leren. Hé, wacht eens even, dit is niet wat ik wil en dan gaan we wat anders plannen. Ja. Dus dat is het tegenovergestelde wat nu. Ja, je komt in beweging door pijn of verlangen. Nou, de meeste mensen hebben niet heel veel verlangen om financiële vrijheid te creëren. Om een goed lichaam te krijgen. Daar heb je zoveel tegenslagen. Nee, maar ook daarbij is het voor die mensen onbekend. Kijk, keuzes hebben consequenties. Mm-hmm. En als jij ervoor kiest om niet fit te zijn, gezond te zijn. Je lichaam, we zijn drie dingen. Je bent je brein, je mentaal. 1+1 is 2, links, rechts. Je bent je lichaam, eten, slapen, plassen, poepen en je bent je ziel. En alle drie eenheid, hebben behoeftes. Als jij je lichaam verwaarloost, hè, door maar gewoon te eten en door niet te sporten, door gewoon niet fit te zijn, dat heeft consequenties. En als jij bereid bent om die consequenties te dragen, prima. Maar op dit moment denk ik dat niet veel mensen daar bewust van zijn. Ja. Dus die wandelen daar maar in en dan ineens wat je net benoemde, 39, oh shit, hè? Hey, wacht. Of oh, het kan ook nog eens anders. En dat vind ik kwalijk aan het leven in het Westen. En misschien begint dat al eigenlijk op school. Er zijn geen keuzes. En dan val je ergens maar in, toevallig. Hè, het is dan per toeval. En dan ineens word je wakker ergens als je 35 bent, 40. En dan ineens, hey, wacht. En dan zit je eigenlijk al een beetje al vast. Hè, want dan ga je je third quarter in. Is dat je tweede helft? Ja, dat is misschien wel je tweede helft. En dan zit je al helemaal vast al met hoe het gaat verlopen. En dat is ook iets, zeg maar, vanuit de vecht, hè, vanuit mijn achtergrond vechtsport. Ik wil gewoon vrijheid, ik bepaal dat zelf. En ik wil gewoon wel genieten van de wereld. En ik wil, ja, dat is misschien een beetje brutaal, maar ook waarom niet? En met die mindset heb ik, zeg maar, wel mijn doelen weten te bereiken. En met die mindset ga ik ook trouwens nu mijn tweede helft, ben ik nu in. En nog veel grotere doelen. Ja, wat Tibor, en die is nu weer van toepassing, vaak zegt, hè. Korte termijn pijn, op de lange termijn fijn. Juist. Of nu korte termijn lekker niet sporten en lekker chips vreten en Netflix kijken. En op de lange termijn dus dat je lichaam gaat zeggen van ja, die droom die jij destijds had, die heb je niet laten uitkomen. Pijn in je ziel. Maar ook gewoon niet meer kunnen sporten omdat je... Ja, je lichaam geeft gewoon van alles aan. En je bent niet meer fit. Dus dan zie je gewoon mensen op hun 60ste helemaal wegkwijnen. Fysiek, maar ook mentaal. En dan heb je dus gewoon langer termijn pijn. Omdat je het op korte termijn fijn wilde hebben. Dat is een probleem. En daar zijn mensen niet geheel mee bezig. En, maar goed, we, dat is ook voor iedereen. En ook de keuze. Hè? En dat is dus ook op financieel, want nu heb ik het over het lichaam, hè, maar ook financieel gezien. Ik ben vanuit pijn, dus mijn relatie was kut, mijn financiën waren super kut, mentaal en fysiek zat ik er doorheen. Dus ben ik in 2019 met mezelf aan de gang gegaan om mijn leven mindfulness kut was. Ik ben naar Tony Robbins geweest, ik dacht gewoon, ik ga zoeken naar de beste... Ja, coach die het integraal kan aanpakken. Niet alleen maar, ik wil, rijk worden. Maar ik dacht, ik heb heel veel patronen die doorbroken moeten worden. Want dan word ik rijk, maar vervolgens heb ik niet de karakter ontwikkeld om geld te behouden. Dat heb ik ook niet geleerd. Gewoon een... Ja, maar dan kom je er weer. Dus alles wat je geleerd hebt, is eigenlijk van niks geweest. Ja, super kut. Nee, precies. En dat, maar dat is een probleem, hè. Als je gaat nadenken... En daarom heb ik ook zoiets van... dat mindfulness, hè, dat is dan één aspect, maar dat eigen ontwikkeling, dat ik al van jongs af aan, zeg maar, doorkreeg, hè, door die rotbaan ook, cruciaal. Als je het zelf niet doet, wordt het voor je gedaan, en als het voor je gedaan wordt, is het niet goed. Dus die eigen richting, kompas, en ook kracht om die kant op te gaan, vrijheid, blijft als je dat wilt. Hè. Als je dat niet wil, als je het allemaal prima vindt, ook goed. Ja, dat is dus ook heel belangrijk. Daar zijn ook heel veel mensen van, die hebben dat niet in zich. Hè? Ja. Want dan kom je dus ook weer bij motivatie. Waar komt motivatie vandaan? Daar heb ik ook heel vaak over nagedacht. Dat is een interessante. Waar komt motivatie vandaan, dat zeg ik? Waar komt motivatie vandaan? De een heeft het, de ander heeft het niet. Ja het wordt in ieder geval geactiveerd door pijn en van alles. Ja, maar ook weer niet. Ik zal een voorbeeld geven. Ja. Er kwam een oude kennis bij me langs.
die heeft last van apnoe. Dus dan adem je, dan slaap je dus met zo'n kapje op. En mm-hmm. Er zit dan zuurstof in. En daar had ik dat voor. Had ik dat gevoel gevonden. Boom. Dus diegene die komt. En ik leg het uit aan hem. Dit moet je doen. Het is 20 minuten per dag. Dan kom je er dus vanaf. Hè? Dan kom je af van apnoe. 20 minuten per dag. En dan moet je dat, denk ik, een maand of twee, drie doen. En dan ben je daar vanaf. Want dat apparaatje maakt je zwakker. En dat is de weg van de minste weerstand, de zwakte. Dan word je dus zwakker, slecht. Ga je dus ook gezeur krijgen, 10, 20 jaar. Hè? Of je doet eventjes die 20 minuten en dan is het gewoon prima. En alles gaat beter functioneren, want als je bewust gaat ademen, dan ja, draait alles beter. En diegene, die kwam letterlijk mee, ja, waarom zou ik dit doen? Waarom zou ik deze moeite moeten doen? Dus ik moest dat helemaal uit gaan leggen. Maar goed, diegene die sprak ik, wat is het, 2, 3 maanden daarna. Niet gedaan. Geen enkele keer gedaan. Dus discipline is ook een ding. Ja, dus het is ook echt richting discipline. Hoe bouw je discipline op? Ga sport doen. Ja? Je hebt bij jou begonnen bij Tony Robbins. Daar zat het ook allemaal wel in die volgorde. Waar begin je bij? Het begint bij het willen. Het willen, het beter willen worden. Dan vanzelf kom je bij boeken uit. Of bij coaches. Nou, en dan sport is discipline. Elke dag doen. Mindfulness, journaling, ijsbaden, allemaal dingen die je zelf kan doen. Dus jongens, de luisteraars, hij zegt het nu heel erg snel, maar dit is dus het antwoord op de vraag die ik stel van, je stelt een doel, hoe behaal je hem? Hij zei hem heel snel, hè? Dus naar seminars, evenementen toe gaan en daar geherprogrammeerd worden, want je moet jezelf gewoon beseffen, schoolsysteem, ouders, familie, je bent op een bepaalde manier geprogrammeerd. Dan ga je dus naar zo'n evenement toe. Dan ga je openstaan voor andere dingen. Dan denk je van, fuck, ik word opeens wakker uit een of andere hypnose. En we blijven in hypnose zitten, want je komt gewoon weer in een nieuwe hypnose zitten. Dan moet je dan ook weer beseffen. Maar wel een betere hypnose die voor jou gaat werken met een programmering die ervoor zorgt dat je wel een fitter wordt, dat je betere relaties krijgt. Vervolgens ga je, en dat is helemaal moeilijk, met andere gelijkgestemden ga je om. Dus je gaat afscheid nemen van giftige relaties. Je gaat nieuwe relaties aan van mensen die verder zijn dan jou, die jouw voorbeelden zijn. En dan moet je beseffen dat je het gemiddelde wordt van de 5 mensen waar je dus het meest mee omgaat. Je gaat een coach nemen, iemand die veel beter is in iets waar jij verbetering in wilt zien. Vervolgens ga je ook een journal bijhouden. Hè? Wij sturen elke dag, en dat is geen toeval, een journal naar elkaar toe. En dan zeggen we, dit is mijn intentie voor de volgende dag. Dit is mijn belangrijkste doel. En dit zijn mijn 3 secundaire doelen. Dit ga ik aan mijn voeding doen. Dit ga ik aan mijn beweging doen. Dit ga ik aan de relaties met mijn dierbaren doen. En vervolgens hou ik jou daar accountable op. En jij houdt mij daar accountable op. Want Thierry kan wel wat zeggen. Thierry wil zijn helikopterbrevetje halen. Maar ga het dan doen. Ga het dan doen. Ik wil elke dag zien dat jij daarmee bezig bent. En dat zag je. En ik heb dus meerdere accountability partners en die spreken me erop aan. Thierry, je wil een sixpack? Doe er dan wat mee. Ik zie dat je hem elke dag, je weigert al geen verslag uit te brengen. Kennelijk is er wat met je aan de hand of zo. En wij spreken dat gewoon. We houden van kritiek, verbeterpunten. En we houden elkaar daar accountable. Maar dat moet je willen. En heel veel mensen hebben zoiets van kritiek. Ik heb helemaal geen zin in kritiek. Dat jij mij. Wie ben jij om mij te vertellen wat ik moet doen? Dat soort redenering heb je dan, hè? Het is vooral ook de jonkies nu. Die kunnen heel slecht tegen kritiek. Maar zoek het juist op, zou ik zeggen. Zoek juist de confrontatie op. Daag jezelf uit. Ik hou heel erg van het accountability systeem. Dat doen wij dan met de journaling. Super, super. Want daardoor is het gewoon. Het moment van zwakte kennen wij allen. Hè? Allemaal kennen we die. Alleen dan is het toch dat ik uit heb. Weet je wat? Nee, ik doe nog wel eventjes. En betekent dan dat je als een robot moet gaan leven? Absoluut niet. Want nog steeds hebben wij ook nog wel eens een momentje. Weet je wat? Morgenochtend weer. Nu is het even genoeg geweest. Maar ook daar gaan we steeds beter mee. De time management en de agenda. Zorg dat het niet te vol is, dat we wel op tijd klaar zijn. Dus ja, maar lekker met jezelf aan de slag gaan. En ik denk door het internet zijn er genoeg handvatten. Ja. Alleen ook weer het gevaar van te veel handvatten, waardoor mensen inderdaad niet weten waar. Maar goed, vind een coach. De coaches hebben meestal een stappenplan.
Ik ben ook bezig met een app uit te brengen. Ook met een aantal stappen. Ik heb 36 stappen weten te identificeren die bewustzijn omhoog knallen. Je realiteit zal anders zijn na het doorlopen van eigenlijk al de eerste stappen. Een stap is een maand, hè, 36 maanden is 3 jaar. Dus je zou hem op zijn snelst in 3 jaar kunnen uitlopen dan die app. En dan zul je dus voelen al na 1 maand, eigenlijk al na 22 dagen, wat zulke resets met je doen. En ik ben er zelf van onder. Ik ben zelf op stap 32, 33. Ik heb nog een paar te lopen. Maar het is je realiteit dan veranderd. En naar beter, hè? Dus niet naar slechter, naar beter. En vereist elke stap een investering. Dus het is niet, hè, wat we dus helemaal met jou gedaan hebben. Hè? De Swix Sixpacks, dat was gewenst. Nou, fietsen elke dag, green shake erin, green shake. Zorg ervoor dat jouw dopamine is na je avondeten. Daar val jij van af. Dat geeft hetzelfde respons als een koek of een chipje of een dingetje. Dat zijn koolhydraten. Dat wordt omgeslagen als vet. Dus de koolhydraten haal je eruit. Nu gaan alleen greens erin. Greens val je vanaf. Dus dat zijn allerlei zulke soort stappen. Dus jij doet eigenlijk al een stap uit de app. En omdat jij zelf al de journaling doet, is dat heel gemakkelijk bij te houden. Dat is trouwens ook een stap. En zo heb ik dus 36 stappen die jouw bewustzijn omhoog krikken. Ik noem dat dan upgrades, knopjes die je kunt draaien. En bewustzijn omhoog. Je kan beter manifesteren, je geniet meer. Alle relaties lopen beter. En Wim Hof is een stap. Ze zijn allerlei stappen. 36. Dus, en goed, jij hebt al heel veel van die stappen geïncorporated, want jij was al... al jaren ben je ermee bezig. Maar heel veel mensen nog niet. En daarvoor dacht ik, hey, dat kan ik mooi in een app doen. Ja, gaaf. Ja, wat leuk. Ja, dus daarom krijgen wij zoveel energie van elkaar. Omdat wij met dezelfde levensmissie toch wel bezig zijn. Hetzelfde soort kernwaarden hebben. En mooi die reis in het verhogen van je bewustzijn, dat we daarmee mee bezig zijn. En ja, dat is dus een van de redenen waarom ik deze podcast wilde hebben. Met toffe gasten die hun bewustzijn willen verhogen. En niet alleen maar, vertel me hoe ik mijn eerste pandje moet kopen, die strategie. Ja, als je dat kan beseffen, dat die strategie, die vind je ook wel eventjes op internet googlen en weet ik veel wat. Maar het gaat begin met vooral dat zelfbewustzijn. Ik weet nog helemaal niks. En ik ga mijn zelfbewustzijn verhogen. En ik ga zoeken naar mensen die 10 stappen verder zijn dan ik. En daar ga ik me mee omringen. En omringen doe je eigenlijk al. En dat is het mooie van de voorsprong in deze tijd. Je omringt je al door podcasten te luisteren. Als je elke dag een podcast beluistert van iemand die jou inspireert. Ja, wordt die persoon eigenlijk het gemiddelde van de 5 mensen waar het meest mee omgaat. En vroeger had je dat niet. Ja. Informatie gaat heel, heel hard nu. Het is een geweldige tijd. Maar het is ook wel weer het gevaar van too much. Hè? Dus het is die innerlijke kompas, wat je gaat doen, is heel belangrijk. En zoek de juiste mensen, hè? De juiste accountability partners. Ja. Wat dat betreft vonden wij elkaar er wel op al die gebieden. Hè? Vastgoed, mindfulness, gewoon een goed persoon zijn. Dus, en inderdaad, het is interessant wat je eerder al zei, daardoor vallen ook weer bepaalde mensen weg. Ja. En dat is ook prima. Ja, dus daar moet je toch eigenlijk ook wel goed in worden, dat je liefdevol afscheid gaat nemen van mensen die minder goede intenties hebben, die niet puur en zuiver zijn, maar die zich laten leiden door de verkeerde dingen in het leven. Ja. Macht, geld, whatever. En die ga je dan op een gegeven moment identificeren. Ja. Dus ik zou zeggen, abonneer je op dit YouTube kanaal en druk op de like knop om elke week een video van de podcast Hoogvliegers te volgen. Op 11 oktober hebben wij een vastgoedcongres. Ik verwacht dat er ongeveer 1100 mensen gaan komen. Won Jip gaat komen. Ik had het met Wiebren van Hagen over. Die gaat ook komen. En ik hoop hem in debat te zien met andere partijen. Dus echt een SP, een GroenLinks. In plaats van dat hij alleen maar op het podium staat, dat hij in discussie gaat met de linkse partijen eigenlijk. Dat lijkt me wel een mooi effect. Peter Boerhouwer. Eigenlijk de autoriteit op alle gebieden
Fiscaal natuurlijk. Wat gaat er op ons afkomen qua belastingregeltjes, qua eigendomsrecht. Maar ook, ik ben bezig met Cor van Zadelhof. Maar mijn woonjip is er ook een voorbeeld van. Mensen die al 30 jaar of langer in het vastgoed zitten. En die zoiets hebben van, ja, de politiek. Ja, elk 5 jaar is er wel weer iets. Zijn er ballonnetjes die worden opgelaten. De helft gaat toch niet door. En dan heb je weer een nieuw kabinet. Hè, want we hopen straks dat die gaat vallen. Komt er weer een nieuw kabinet. En die zegt, nou ja, wat we nu allemaal hebben ingevoerd. Dat heeft niet het gewenste effect. Dus we gaan het toch maar weer terugdraaien. Die mensen wil ik op het podium hebben. Die zeggen van, joh, ik heb dit al zo vaak meegemaakt. Een oorlog heb ik al meegemaakt. Zoveel crisissen, weet ik veel wat. En ik ben dit en dit gaan doen. En dat is heel erg leerzaam op zo'n congres. En uiteraard netwerken. Dat gaan we daar doen. Alistair, hartstikke bedankt dat je op de podcast wilde komen. We gaan kijken of we erbij kunnen zijn in oktober. Sowieso, maar Remke zou leuk zijn. We zijn er samen niet geweest. Maar ik denk dat we wel, misschien Irisje erbij, Sofietje erbij. Kom ook nog even aan buurt. 12 oktober was het, hè? 11 oktober, ja. Dus ja. Zorg dat je er ook bij bent. Ik zet de link onder deze video. En dan zien we je graag bij een volgende podcast.